Grazie.
Miller. Hij lag 15 in de kou. Weet je wat het is? We zijn op de hoofdrijbaan, A15 zijn wij. Jij kwam op een gegeven moment parallel, kom je rechts voorbij. Daar ben je opgevallen. Wij zaten vrij stuk 1 van de hoofdrijbaan. Ja, je ging richting Spijtje. Ja. Jij kwam over de parallelbaan voorbij. Als je op de teller zit je op 130, volgens mij is het onderdaan. Dat is rijkelijk aan de hoofdkant. Ja, laten we nog wel wat teleconnectie hebben, maar je hebt gelijk. Nee, je hebt gelijk. Hou er rekening mee. Het is een beetje A, zonde van geld, en B, het wordt steeds drukker en mensen houden geen rekening altijd. A, zien ze je al heel, heel slecht in de zwart, zwart op zwart. En daardoor reageren ze eruit. Ja, cool. En nog even een klein dingetje, wat ons eigenlijk toen ook al opviel, maar goed, ik had er nu iets van. Goed, het is slecht, hè? Ik rij weg van huis en ik denk dat ik heb koude voeten. Maar ja, toen was ik de brug lopen. Ik kom nu vanuit Krimpen, vanaf het kantoor. Dat is kut. Ja, fuck it. Verder heb ik mijn hele pak aan. Dus ja, sport, nou, dat verbaast me een beetje, want je neemt de moeite om je helemaal netjes aan te kleden. Ja, ik rij in de garage. Hij staat beneden zo'n holletje. Dan moet ik daarna de klep nog dicht doen. Vaak doe ik daarna nog even mijn schoenen. Maar ja, dat nee, heb ik geen rekening mee gehouden. Het is koud, man. Koud tegen. Ik wou net zeggen, want echt lekker zal het nee, helemaal niet. Het begint weer een beetje wat te worden. Maar... Het is nu gelukkig ook beter dan de afgelopen dagen natuurlijk. Maar ik heb koud eentjes hoor. Dat doen we niet normaal niet. Ja, helder. Nee, nou goed, dat was even ook even de dingetjes en... Die spiegeltjes zitten in de standaard op? Nee, die heb ik er toevallig afgelopen week, wat ik namelijk had. Ik had echt van die voelsprieten. Ja. En wat ik dan had, dan keek ik zo tegen mijn eigen schouders aan. Okay. Dan zag ik er een reet door. Dus dit, omdat die nou wat lager zit, dan kijk ik beter langs me heen. Ik zie hier een stuk meer door dan op andere spiegels hoor. Nou, laat ik het anders, ik vind deze persoonlijk prettig. Hè. Ja, oké, okay, maar ik had hiervoor een Harley. En toen hingen ze er... Die zat de hele tijd al achter je. Ja, klopt, maar... En op een gegeven moment zat ik echt kort achter je. Ja, nee, ook had je gezien. Hier zo. In die bocht, en zeg maar. En dan was je tempo niet aan. Nee, joh, het is 119, 120. Op een gegeven moment in die bocht had ik nog wel dat ik even een stukje gas gaf om die auto. Die ging met zijn knippen liggen. Toen dacht ik, laat ik daar even snel. Toen dacht ik, ah, dat is misschien niet handig met jou achter me. Maar toen zag ik inderdaad 35 staan. Toen dacht ik, dat wordt nog spannend. Dat wordt gewoon niet dus zonde. Nee. Dus, het is hartstikke leuk om motor te rijden. En zeker om af en toe wat flotter te rijden dan de rest. Alleen wat flotter en 30 plus. Ja, en met 15 motoragenten achter je krijg je een betere 100 gaan rijden. Eigenlijk was het verstandiger geweest. Eigenlijk wel. Ja, ik wist wel dapper mij allemaal er, eigenlijk wel. Ik stond ook vooraan, dus toen dacht ik nog. Gaan we nou met z'n allen optrekken hier? Of, Ja, nou gelukkig was de rest al gewoon vrij snel weg. Alleen wat dat betreft ging het daar nog wel prima. Want we kijken echt niet naar 15 kilometer verschil. Nee, ja, dat was wel vaak als het niet zo. Het was inderdaad 10 hard, dat is helemaal gelijk. Dus. Ja man. Wens je een goede reis? Yes, tot hetzelfde. Ja, blijf heel. Ja, dank je. Gaan we doen. Ik mag hier met mijn auto, of niet? Of met de motor? Nee hè? Ik moet gewoon even terug. Je moet even keren. Ja. Gaan wij allemaal, joh. Dat kan ook even keren. Ja, als je hier tussendoor moet gaan wurmen, dan is het allemaal een zoekje. Dus even keren daar op de kruisje, kan je zo terug gaan alle kanten. Ja, precies. Dit stukje even de busbaan pakken, hier invoegen en dan... Nee, we pakken gewoon even deze parallel. Dit is gewoon een parallelweg. Je mag hier gewoon rijden. Oh, toch? Ja, nee, precies. Oké. Okay. Helder. Ja, ik moet naar Niemandsdorp, dus daar ben ik zo. Ik moet naar Niemandsdorp, dus daar ben ik zo. Helemaal goed. Succes. Fijne dag.